moet iets doen wat je graag doet. Je moet zeker en vooral liefde hebben voor het product. Het is niet dat je zegt van oké, ik ken een blok uit en mijn handen vast en ben een schrijnwerker. Ik ben Kenny en ik ben binnenschrijnwerker. Een goede binnenschrijnwerker, ja, is iemand die een stuk plaatst dat de afwerking en de controle achteraf in orde zijn. Dat we niet meer moeten terugkeren. Dat is belangrijk, hè. Ik ben Fabian en net als Kenny ben ik binnenschrijnwerker. Een binnenschrijnwerker doet de binnendeuren, de afwerking van de ramen. Meubilair, maatmeubilair, trappen. De tabletten, de gordijnbakken. Parketvloeren, gewone laminaat, dus de massieve parketten. Hyprokwanden, dat doen wij ook. Ik kom 's morgens toe en ik kijk dan naar mijn stuklijst. Ik begin dan al het materiaal te verzamelen voor het samensteken. Op het einde van de dag, als alles samengesteld is, plaats ik alles op een palet en kan mijn collega verder op de werf voor de deur te plaatsen. We vertrekken om 5 uur naar de werf. Daar drinken we nog een kopje koffie. En dan wordt door de ploegbaas de werken verdeeld. Precisie in ons beroep is heel belangrijk. Dat is allemaal in millimeters, dus dat kan soms heel cruciaal zijn bij iets van open of dicht gaan. Een deur moet altijd pas staan, hè. Met een laser kunnen we dat zeker goed doen. We werken met heel veel machines, zoals CNC-machine, een opdeelzaag, een cuttervaas, een fijn. Dat zijn al de benamingen. Een klopboormachine, een vijsmachine, een lasertoestel. Tegenwoordig is dat op accu of op gas. Dat maakt het veel gemakkelijker, niet sleuren met de kabelrollen en dergelijke. Samenwerking is ook heel belangrijk. Wij kunnen ook veel leren van elkaar. Als je naar een plan kijkt, zijn 6 ogen meestal beter of 2 ogen. Want iedereen is niet gelijk. Die is beter in dat, die is beter in iets anders. Elke dag leer ik altijd bij. Ik vind het een fijn beroep dat wij ook veel afwisselend werk hebben. Ik heb al veel gezien en veel geleerd. Van alles heb je het neer, zie je in de vloer liggen. Heb je het al echt, het is mooi. Heb je een mooie deur geplaatst? Ja, het is ook mooi. Verstaan? Het is zo. Leg je een plafond in het hout? Ja. Het eindresultaat is ook mooi. Hè? Allee, als je het goed gedaan hebt, toch?